Dutch Stone Company voert samen met gemeente Rotterdam een pilot uit bij de vuurtoren van Hoek van Holland om de mogelijkheden binnen de digitale inspectie van assets te kunnen onderzoeken. Alle data die wij produceren wordt gebruikt door gemeente Rotterdam om een volledig visueel en meetkundig analyse te kunnen maken van het staat van hun eigendom, de vuurtoren. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagebruik ontgaat ons en onze stad ook niet. Dus in die zin willen wij als stad Rotterdam bijdragen aan deze ontwikkelingen en tegelijkertijd van kunnen profiteren. Rotterdam maakt slimme keuzes om de buitenruimte optimaal te beheren. Dit betekent je geld inzetten waar dit het hardst nodig is voor het beste resultaat in de stad. Innovaties bieden kansen. Met een drone kunnen we deze vuurtoren sneller en goedkoper inspecteren. En door tegelijk ook een 3D-scan te maken, hebben we een perfecte backup voor restauraties achter de hand. Zo blijft dit waardevolle monument behouden voor de toekomst. Door het inzet van slimme technologieën willen wij onze beheer en onderhoud van onze assets en objecten slimmer en efficiënter organiseren. Tegelijkertijd als grote stad ben ik van mening dat wij ook die innovatie moeten en kunnen omarmen. De Stone Company gebruikt hierbij hoge resolutie foto's en 3D-scanmateriaal om combinatiemodellen 3D, 2D, visueel en digitale beelden te kunnen maken van het object.